Show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, een hele goede morgen, dames en heren. Van harte welkom. Wat is het een heerlijke dag. Wat is een fijne dag. Wat is een heerlijke maandag om mee te beginnen. Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie heerlijk genoten hebben van het lekkere weer. En vandaag is het lekker weer, morgen lekker weer. Dus de zomer is hier. Nou, de zomer brengt hier ook meteen de Summer Sales Festival. Natuurlijk, dames en heren. Heerlijk genieten samen van de hoge kortingen die we hebben. En deze week staat in teken van sales. Niet zomaar sales, maar sales vanuit je hart. Hoe zorg je dat je hartelijk gaat verkopen? Hoe zorg je dat je niet salesy en pusherig over gaat komen? Daarvoor heb ik een prachtig mooie thuiscursus voor je in aanbieding. In plaats van €697 voor slechts €7. Alleen maar vandaag. En iedere dag wordt het duurder, dat weten jullie inmiddels. Dus ga naar aramiekonline.com. Zorg ervoor dat je deze thuiscursus ook gaat claimen. Want het is één laatste week van de Summer Sales Festival. We hebben nog één week te gaan. Volgende week gaan we nog een algehele week doen. En daarna gaan we iets leuks doen. Maar daar ga ik het zo meteen bij het nieuws over hebben. Laat ik meteen beginnen om mijn geweldige podcastluisteraars te bedanken. Want we zaten vorige week rond de 123.000. Guess what? Vandaag zitten we op 124.537 downloads. Dus dankjewel. Dankjewel, lieve luisteraars. Oh, geweldig. Geweldig om jullie zo te zien downloaden. Dus met zoveel mensen tegelijkertijd dat jullie zomaar gebruik maken om de podcast te gaan beluisteren. Dank. Mijn dank is enorm groot. Dus thanks a lot. En ja, vandaag is natuurlijk mijn maandag. Dus voor maandag heb ik natuurlijk een speciaal item. Voor jou en voor mij. Let op. Jouw commitment van de week. De vraag is dus, wat is jouw commitment van de week? Waar ga je deze week voor? Hoe ga je ervoor zorgen dat je deze zomerse heerlijke aangelegenheid gaat gebruiken om zomer naar je business te gaan brengen? Misschien ben je net terug van vakantie. Misschien is dit de eerste schooldag van de kinderen. Ik weet het niet. Onze kinderen hebben nog 2 weken te gaan, maar ik weet dat de scholen ergens zijn begonnen deze week al. Oké? Okay? Ik weet niet waar je in je business bent, maar de bedoeling is, ga hieronder laten zien, wat is jouw commitment? Wat ga je aan committeren deze week om te gaan doen? Nou, ik zou meteen mijn commitment gaan vertellen. Zoals ik zei, dit is de ene laatste week dat we deze Summer Festival hebben. Ik wil me graag committeren aan een totaal nieuwe challenge. Ik wil vanaf 4 september een prachtig mooie challenge organiseren. Want ik ga september namelijk omturnen, omdopen tot een prachtig mooie maand. Ik ga daar een prachtig mooie challenge voor organiseren. Dat we de hele maand september kunnen knallen. Dus eigenlijk is dat een nieuwtje natuurlijk. Laat ik daar schakelen. Het nieuws van de week. Ja, dus vanaf 4 september, onthoud dit, vanaf 4 september komt een gloednieuw challenge voor 21 dagen. Ik heb gezegd, de hele maand september wil ik omdopen tot een thema. Ga ik je van de week vertellen wat het thema gaat worden, maar echt, mensen komen terug, vakantie is bijna afgelopen. Hey, we gaan weer naar school, dus back to business gaan we zometeen. En wat heb je dan nodig? Nou, hopelijk komt deze challenge overeen met wat jij nodig hebt, want dat wil ik vanaf 4 september. Vanaf maandag 4 september komt een nieuw gratis challenge. Guys, schrijf dit op. En daarnaast, wat hebben we deze week? Zoals ik zei, ook een nieuwtje is, je kunt gewoon naar aramiekonline.com gaan en Boost Yourself thuis die cursus gaan aanschaffen. Prachtig mooie cursus. Heel uitgebreid. Het bestaat uit volgens mij 8 of 9 modules. Ook alle uitzendingen van 2021, 2022 en ook dit jaar, deze week. De hele uitzendingen worden hier bij dit pakket meegenomen met prachtig mooie modules die je gewoon exact uitleggen. Wat zijn nou zaken die je met sales te maken hebben? En yes, daar gaan we het uitgebreid over hebben. En ja, straks ga ik het hebben over 3 fases van jouw online sales proces. Want daar begint alles mee. We zijn online en de meeste ondernemers hebben geen idee wat ze allemaal nodig hebben om een online salesproces te gaan optimaliseren. Daar gaan we het vandaag over hebben, right? Dus ik heb het gehad over de nieuwe thuiscursus deze week. We hebben het over gehad, de challenge. Oh ja, aanstaande woensdag komt iemand hier in de studio. Ik zal morgen haar naam onthullen. Iemand komt in de studio die al jaren doet aan verkopen vanuit het hart.
iemand die al jaren een van de grootste experts in Nederland is en in de omgeving, Italië, Duitsland, Amerika. Iedereen kent haar, want zij is master in verkopen vanuit je hart. En zij is hier aanstaande woensdag live in de studio. Dus we hebben straks onze geweldige gast die woensdagochtend hierbij is. Ik ga morgen vertellen wie ze is. Jullie gaan het horen, maar het is echt, wordt een fantastische uitzending aanstaande woensdag. Dat we weer bij zijn vanaf 10 uur. Onthoud dit, vanaf 10 uur wordt een prachtig mooie uitzending. Anyways. Let's talk about je online sales proces. Oké, wat betekent het, Armiek? Wat betekent een proces? Proces is niet iets wat eenmalig is. Het is niet een project dat heeft A, B, C en dan is het klaar. Nee, proces betekent, je zet aan de voorkant zet je iets in en aan de achterkant komt er iets uit. Iedere keer dat je dit doet is een proces. Hier teken even kijken, zo. Proces betekent, het is een, zo, hier zo. Zo, nee, die is eruit, zo. Kijk, proces betekent, het is een rondje wat continu hetzelfde oplevert. Wat je ook gaat doen, het brengt exact hetzelfde op. Betekent, je hebt een input en dan komt een output uit. Iedere keer dat je doet, zo, input, komt een output uit. Alright, dat is zo belangrijk. Dus het is een salesproces, betekent, het heeft een aantal onderdelen, maar iedere keer dat je doet, komt exact hetzelfde uit. Je bent met exact hetzelfde ding bezig. Alright? Dus de input is output, dat kan je doen. Het bestaat uit drie onderdelen. Waarom wil je zelfs proces hebben? Zodat je niet continu gaat kloten violen, iedere keer weer iets nieuws gaat doen. Ik zie zoveel ondernemers. TikTok is nu hot, gaan ze op TikTok zitten. LinkedIn is nu hot, gaan ze op LinkedIn zitten. Instagram is hot, gaan ze op Instagram zitten. Oh, ik moet heel veel reels maken, gaan ze heel veel reels maken. Je bent iedere keer de hypes achterna aan het gaan. Nou, mijn advies zou zijn, focus op één platform, op één zelfs proces. Oké? Okay? Focus je daarop. Zorg ervoor dat je dat gaat masteren. Zorg ervoor dat jij daar als nummer 1 expert wordt gezien, oké? Okay? Dus dan moet je een heel simpel salesproces voor jezelf gaan neerzetten, alright? En de online versie is zoals ik je nu ga vertellen. Eerste gedeelte van zo'n salesproces heet je profilering. Zonder je profilering kun jij nooit verkopen, guys. Zonder dat je de juiste profilering hebt, of het nou LinkedIn is, Instagram is, TikTok is, Mikmak is, Snapchat is, I don't know waar je ook bent. Zonder de juiste profilering heb je een mega probleem. Oké, okay? Je kan dus zichtbaar zijn als je wil. Je kunt nog adverteren als je wil. Maar als mensen op je profiel komen en ze voelen zich niet aangesproken, je hebt de verkeerde profilering, dan heb je een probleem. Alright, dus denk altijd na, met welke profilering ben ik bezig? Hoe ziet mijn profilering eruit? Welke mensen wil ik aantrekken? Oké, het heeft met ideal client te maken. Het heeft met ideal JV partnerschappen te maken. Het heeft met een aantal zaken te maken die je gewoon erin moet gaan doen. Alright, dus fase nummer 1 van je online salesproces is, zorg dat je profiel geoptimaliseerd is. Zorg dat je profiel strak eruit ziet. En zorg dat je een probleem oplost met je profiel. Oké, niet dat je continu over jezelf gaat hebben. Alright. Fase nummer 1, dat doen we positionering. Oké, je hebt je profiel aangemaakt, helemaal goed strak getrokken met alle zoekwoorden vanuit je ideal clients. Wat doe je daarna? Je gaat je positioneren. Hoe positioneer je jezelf? Door middel van je gratis producten, door middel van je content, door middel van je follow-up. Hoe je mensen gaat opvolgen via DM. Tegenwoordig is het een heel ding geworden, dat noemen ze DM-marketing. Dat doen we al jaren. Via de inbox, wat betekent dat? Je moet gaan netwerken. Je moet je mailinglijst gaan een boost geven. In deze fase zorgen dat je gratis producten gaat werken, zodat je zoveel mogelijk prospects hun e-mailadres gaat ontvangen. Alright? En in deze fase ga je positioneren door middel van je gratis content. Dit is dit wat ik doe iedere ochtend om 10 uur. Vandaag is de aflevering nummer 785. Dus ik ben al 785ste keer voor jou. Hier ben ik 's ochtends om 10 uur ben ik hier voor jou. Dat is een middel van een positionering. Hopelijk geef ik je heel veel waarde. Alright? Dat kan zijn dus dat je positioneert met dit soort content, live content. Maar het kan zijn dat je bloggen gaat gebruiken. Het kan zijn dat je posts gaat gebruiken. Het kan zijn dat je videocontent gaat gebruiken. Maar onthaal, wat je ook doet, positionering gaat over je gratis producten. Hoe zorgen dat mensen laagdrempelig met je kennis gaan maken. Alright? En derde fase, daar gaan we natuurlijk uitgebreid deze week over hebben, is de fase van sales. Ja, prospecting. Dus we hebben profilering gehad, positionering gehad, en derde is prospecting. Hoe zorg je dat iemand die jou niet kent een klantenreis gaat maken vanuit die onbekend wordt connectie,
Connectie wordt relatie en relatie wordt cliënt. Hoe zorg je dat diegene die op je mailinglijst staat zich gaat inschrijven voor je webinar? Hoe zorg je dat je op het webinar geweldig conversie gaat draaien? Oké? Ontzettend belangrijke fase. De focus van ons, wat deze hele week zit op dat stukje prospecting, betekent het begin met de ideal client profiel. Je moet de juiste ideal client hebben. Je moet het juiste aanbod hebben. En je moet het juiste conversatiemiddel hebben. Want stel je voor dat je doelgroep niet online zit, of ze zijn 65 plus, ze zijn DigiB. Ja, dan moet je niet allerlei webinars gaan organiseren. Misschien moet je huisparties gaan organiseren. Misschien moet je zijn waar zij zijn. Alright, dat heeft allemaal met prospecting te maken. Gaan we deze week uitgebreid over hebben, hierover deze fase. Maar het is belangrijk dat je al weet, oké, wat is de basis van sales? Sales bestaat uit 3 onderdelen. Namelijk onderdeel nummer 1, hoe profileer ik me? Hoe word ik gezien door andere mensen? Hoe wil ik dat ik gezien word? Nummer 2, dat noemen we positionering. Hoe zorg ik dat mijn gratis producten, dat mijn gratis content, alles wat ik gratis weggeef, mij gaat positioneren als de nummer 1 expert. En onderdeel nummer 3, fase nummer 3, noemen we prospecting. Hoe zorg ik dat de relaties die ik heb, mijn mailinglijst, van mij gaat kopen. Alright? Dus dit zijn de 3 hele simpele fases waar we het over gaan hebben deze hele week. Nou, mocht je denken van, hey, het is heel interessant, ik wil graag hier meer over weten, check it out. Ga naar aramicoonline.com. Dan heb je voor vandaag, alleen vandaag, de Boosters als thuiscursus ter waarde van €697. Voor slechts €7 kan je dat aanschaffen via aramicoonline.com. Wat ik net vergeet met je te delen trouwens. Maar die heb ik hier klaarstaan. Ik heb een van mijn persoonlijke doelen van eigenlijk over 2 jaar bereikt. Want gisteren heb ik iets gedaan. Dat was zo fantastisch. Maar laat ik je meenemen in mijn Instagram story. Dat is misschien makkelijker om met jou te checken. Even kijken, waar is de Instagram story? Of is dit makkelijker? Wat is groter, kleiner? Ik weet het niet. Dit is waarschijnlijk groter. Kijk. Ik laat de Instagram story lopen, dan zie je waar het over gaat. Yes, het begon allemaal op 12 maart 2000. Ik zal hem even laten lopen. 2023, hier was mijn allereerste wedstrijd die ik ooit gefloten heb. Ik werd hier begeleid door Oscar Marsman. Het is onze voorzitter van de arbitragecommissie. En 3 dagen later, in echt een klote weer, heb ik nog gefloten samen met... Geweldig collega, moet je kijken hoe dit eruit ziet. Was het makkelijk? Nee, natuurlijk niet. Was het waard? Ja, absoluut. Het was het waard. Hier was het met Hans. Hans Jonker, echt midden in de onweersbui. Echt, je wil niet weten wat voor weer het was. Hebben we dat samen gedaan. Het was echt fantastisch. En yes, was het makkelijk? Absoluut niet. Was het waard? Absoluut. Reken maar. Nou, daarna werd het steeds zonniger. Hier is toevallig met Adam... bekende politicus hier in de omgeving. En dus iedere keer volgde ieder weekend 2 of 3 wedstrijden dat ik deed. Met verschillende mensen, met verschillende collega's. Maar ik ben blijven trainen hierin. Hier met Bas, onze geweldige Bas van Eindhoven. Die mij ging coachen. Samen een training geven. Echt fantastisch. Dus betekent, ik ben echt 4 maanden, 5 maanden gaan knallen. En yes, inmiddels verliefd geworden op mijn rol als hockeyscheidsrechter. Was echt te gek, was echt fantastisch. En de hulp van alle collega's natuurlijk. Die collega's helpen je iedere keer. Als rookie word ik gewoon geholpen. En wat kreeg je dan? Kijk, hier dan word ik lid van de Gele Garde, zoals dat heet. Fantastische, onmisbare Gele Garde. De blinde vinken, zoals we dat noemen. Ze hebben allerlei bijnamen voor zichzelf, maar dit was echt fantastisch te doen. En kijk, hier heb ik het gisteren gedeeld. Het werd door ontzettend veel mensen opgepikt. Kijk maar wat er gebeurde toen. En dit is de reden, geen geluid. En daar gaat hij. Waarom heb ik al die stories gedeeld? Over scheidsrechteren, waarschijnlijk een toernooitje vandaag gefloten. Nou, een van mijn doelen van volgend jaar is al vandaag behaald. Want ik wilde heel graag op een hoger niveau een dames 1 fluiten. En guess what? Ik heb vandaag al de dames 1 van de Rijgers gefloten. En nog een tweede wedstrijd daarnaast gefloten. Dus wat dat betreft zijn doelen en dromen alleen maar gewoon een volgende stepping stones om je dromen te gaan verwezenlijken. Dus zorg ervoor, mijn tip zou zijn, maakt niet uit wat je doet. Dit is bijvoorbeeld bij het scheidsrechteren. Maar het kan ook voor je business zijn, het kan ook voor je relatie zijn. Zorg dat je doelen blijft stellen, dat je dromen gaat naleven. Want voordat je weet, heb je binnen 4, 5 maanden al iets bereikt waar je jezelf al 2 of 3 jaar de tijd had gegeven. Oké? Ik heb de eer gehad en ik ben echt zo blij mee dat ik die niveau heb gefloten. Dus het kan alleen maar beter worden. Alright? Dus keep up the good work en zorg dat je groot blijft dromen. Hey, thanks voor het kijken. See you later.
Ja, dat is belangrijk bij onze meisjes. Belangrijk, belangrijk, belangrijk. Blijf, keep your eyes on the prize. En zorg dat je groots gaat dromen. Zorg dat je groots gaat organiseren. Zorg dat je groots gaat knallen. Met wie je dat doet, doesn't matter. Zorg ervoor dat je echt daadwerkelijk voor alles gaat. Echt er helemaal voor gaat. Want echt, dat is gisteren gebeurd. Ik had een doel gesteld om binnen nu 2 jaar een dames heen elftal te fluiten. En gisteren, een tijdje geleden, ben ik uitgenodigd om dat te doen. En gisteren was een toernooi. Het was fantastisch om op die manier aan het niveau te ruiken. En again, tuurlijk was het een vriendschappelijk duel. Tuurlijk was het ging het niet om het echt. Tuurlijk zat het niveau waarschijnlijk een aantal graden naar beneden. Maar I don't care, weet je. Ik heb al de dames heen gefloten. Dus voor mij komt daar een droom uit. En dat is ook wat ik altijd zeg tegen jou. Ook al ben je net een beginneling. Ook al begin je net ergens aan. Dat je denkt van nou online. Er zijn al zoveel andere experts die iets doen. Don't forget it guys. Je bent in je eentje. Je bent uniek. Er is niet iemand anders zoals jij. Oké? Er is niet iemand anders die doet wat jij doet. Die voelt wat jij doet. Oké? Dus zorg dat je jezelf niet klein houdt. Groots onrealistisch blijft dromen. Want dit is een onrealistische droom. Niemand gaat een rookie, een scheidsrechter wat net begint, 4 maanden. Whatever it is. Die gaat een wedstrijd op dit niveau geven. Oké? Maar het is me gegeven. Oké? Jij kunt het ook. Alright? Nou, over dromen gesproken. Over prachtig mooie intentie gesproken. Laat ik checken wat de intentie van de dag is. Met de prachtig mooie kaarten van Chantal. Let's see. The blessing of the day. Ja, fantastisch. Kan niks anders zeggen. Be willing to be a beginner every single morning, dames en heren. Every single morning wil je een student zijn. Wil je een beginneling zijn. Wil je opnieuw beginnen. Wil je jezelf uitvinden. Vandaag is maandag. So what? We beginnen helemaal opnieuw. Vandaag is 21 augustus. So what? We beginnen met z'n allen opnieuw. Helemaal oké. Okay. En je ziet het. Be willing to be a beginner every single morning. Every single morning. Nou, mocht je deze prachtig mooie kaarten willen, check it out, Chantal. Check it out, mixmediafan.nl. Maar deze hele week nog heeft Chantal prachtig mooie greetings card. You know, ter waarde van €47. Maar inmiddels heeft ze dat naar €17 naar beneden gehaald. Dus check it out. ChantalMeester.com. Je hebt de prachtige mooie greetings card. Volgens mij komt ze net online, als ik het goed zie. Ja, dat zegt ze. Komt net binnenvallen. Absoluut. Ze heeft een prachtig mooie greetings card. Ze heeft een prachtig mooie verpakking. Kijk, met de envelopjes. Prachtig mooi gemaakt. En hier, kijk. Quiet the mind and soul will speak is een van de prachtig mooie kaarten. Een van de 26 mooie kaarten. Dan heb je hieronder heb je de uitleg daarvan. En hier kan je dus allemaal dingen opschrijven met liefs of veel succes of whatever it is. Je kunt dus deze greetings card kan je naar alle mensen sturen. Misschien moet je ze feliciteren met het overleven van de vakantie. Of back to business greetings sturen. Of we gaan zeggen van hey, super, heel veel succes. Wat je ook doet, er zit een kaart voor jouw smaak erbij. Dat is een prachtig mooie kaart. Ik beveel ze van harte aan. Ga naar ChantalMeester.com. Onthoud dit alsjeblieft. Dus Chantal. Meester.com voor de greetings card. En als je deze prachtige mooie inspiratiekaart wil, ga je naar mixmediafan.nl, guys. Alright? Dus die 2 dingen gun ik je heel graag, want deze aanbiedingen zijn maar slechts tot eind van deze week. Volgens mij is het alleen maar augustus aanbiedingen, dus ga ervoor. Zorg ervoor dat je deze prachtige mooie aanbieding gaat maken. En kijk maar, Chantal zelf zegt, yes, klopt, mijn greetings cards zijn deze maand nog te koop voor maar €17 in plaats van de normale €49 via ChantalMeester.com. Zoals ik zei, ik moet nog, sorry guys, nog steeds bijkomen van gisteren. Bijkomen echt jongens, ik ben kapot. Spierpijn niet normaal. Dus vandaag is hersteldag. Yes, dus check it out. ChantalMeester.com voor de greeting card. En mixmediafan.nl voor de inspiratiekaarten. Zeg thanks voor het noemen, heel graag gedaan. En yes, morgen, zoals ik zei, dat was het nieuwtje van de dag. Morgen ben ik er niet. Morgen wordt een opname. Want morgen gaan we heel groot de verjaardag van onze jongste dochter Charlotte. Ik hoop dat ze aan het kijken is. Lieve Charlotte en Sophie. We gaan morgenochtend samen de hele dag met Charlotte op pad. We gaan leuke dingen doen. Dus morgen wordt een opname. Maar, desalniettemin, ik zal morgen een opname doen met mijn 9 adviezen aan Charlotte, omdat ze morgen jarig is. Vorige week heb ik dat gedaan voor Sophie. Mijn 10 vaderlijke adviezen. En deze week, morgen doe ik dus door middel van een opname, mijn 9 topadviezen voor onze jongste dochter Charlotte, wat morgen jarig is. Vandaag is ze voor de laatste keer 8 jaar en morgen wordt ze 9. Dus dat gaan we morgen samen vieren. Dan weet je dat. En aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag. Ja, dat ga ik
Eigen grootste gast aan je introduceren. Die komt gewoon naar de studio toe. Aanstaande woensdag is Mayana. Mayana, de nummer 1 meditatie- en activatie-expert van Nederland. Kom naar hier naar de studio. Gaan we het hebben. Hoe verkoop je nou vanuit het hart? Hoe zorg je nou dat je helemaal aligned bent met hetgene wat je aan het verkopen bent? Want de meeste mensen doen dat alleen maar vanuit hun hoofd. Doen het alleen maar vanuit schaarste. Maar hoe zorg je dat je vanuit je hart gaat verkopen? Vanuit impact. Sorry. Excuus. Van het impact en van het invloed. Hoe zorg je nou dat je echt jezelf positioneert op die manier. En dus vanuit je hart gaat leren verkopen. Nou, dat gaan we zien. Aanstaande woensdag om 10:00 is Mayana hier live in de studio. Mocht je vragen voor haar hebben, let me know. Ik ben super blij dat ze er is. En we gaan daar grote promotie doen. Dus dat ga je vanzelf wel zien. Maar zorg dat je woensdag om 10:00 hier erbij bent. Het was me waar genoegen, lieve Chantal. Geweldig dat je erbij was. Ik hoop dat Sophie en Charlotte hebben meegekeken. Hoe dan ook, dames en heren. Dit was het. Dag 1. Van de Summer Sales Festival, thema Boost Yourselves. Ga naar aramikonline.com. Zorg ervoor dat je je thuis de cursus gaat aanschaffen voor slechts 7 euro, guys. Aramikonline.com, dat zou mijn advies voor je zijn. Thanks voor het kijken, thanks voor het luisteren. En graag tot woensdag live om 10:00 met Mayana. Zo niet morgen, met mijn 9 adviezen voor Charlotte, omdat ze 9 wordt morgen. Talk to you later, guys. Adios. Dank je voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10:00 ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, ik zie je graag woensdag. Woensdag om 10:00 samen met Mayana. En zo niet morgen met alle mooie advies aan Charlotte. Want het wordt 9. Gefeliciteerd, lieverd. Talk to you later, guys.